Hey iedereen, het is weer tijd voor de jaarlijkse ultieme beautyfavorieten. Ik doe dit al zolang ik me kan herinneren en het is gewoon een jaarlijkse traditie. Ik test elk jaar opnieuw zoveel nieuwe make-upjes die ik dan altijd koop. En ja, elk jaar is het weer helemaal anders wat mijn favorieten zijn. Ben je benieuwd naar mijn favorieten van dit jaar? Kijk zeker verder. Als eerste mijn favoriete geurkaars van het afgelopen jaar was deze van Spaas, denk ik dat je het uitspreekt. Hij is nog niet opgebrand. Ik doe er echt al heel erg lang mee. Deze komt van de Blokker en die ruikt naar Cotton Blossom. En het is gewoon zo'n zalige geur. Ik heb hem tijdens de kerstperiode, feestdagenperiode, zeg maar, heel veel aangehad. Ik vind dat gewoon super gezellig. Nu ook in de winter vind ik dat gewoon altijd fijn om samen een kaarsje aan te steken. Dus dit was zeker weten mijn favoriete geurkaars. Dan mijn favoriete kwasten van het afgelopen jaar zijn nog steeds die van Vera Camilla. Dat waren ze vorig jaar ook al, maar toen had ik ze net. Nu heb ik ze echt nog een heel jaar dagelijks gebruikt. En ik heb ze bewust niet uitgewassen, omdat je dan echt ziet dat ik ze met liefde gebruik. Alle kwasten zijn vuil. ik was ze wel regelmatig uit. Ik moet het eigenlijk wel ook nog weer eens doen. Maar ja, ik gebruik deze met veel liefde. Ik vind het super fijne kwasten. De oogschaduwkwasten zijn heel erg fijn. Het wenkbrauwkammetje, ik bedoel het wenkbrauwpenseeltje is heel erg fijn. Ja, ik vind het gewoon super goede kwalitatieve kwasten. En voor een fijne prijs, want deze zijn van Boozy Shop. En ik vind dat ze prijs-kwaliteit verhouding echt super goed zijn. Dus ik kan die zeker iedereen aanraden. Moest je nog op zoek zijn naar goede en betaalbare kwasten. Misschien als nieuwjaar cadeautje of zo. Iemand cadeau te geven is dit zeker leuk. Dan mijn favoriet oogschaduwpalet van het afgelopen jaar is er eentje van Catrice. Dit is het Crystallized Eyeshadow Palette. En het is nummer 010 Raise Up Your Voice. En dit palet heb ik de afgelopen tijd heel erg veel gebruikt. Dit is super mooi. Het zijn allemaal echt goed gepigmenteerde kleurtjes. Je kan hier heel verschillende looks mee maken. Van heel basic ja, naar heel party look kan je het zelfs wel noemen. Alle kleuren zijn gewoon echt goed gepigmenteerd. Mooie glanskleuren, mooie matte tinten. Want ik vind het heel belangrijk dat er in een palet zowel matte kleuren zitten als glanzende kleuren. En dit palet biedt het allebei. Dus ja, zeker een goede budget aankoop ook. En er zit ook een grote spiegel in. Dat vind ik ook altijd fijn. Zodat je gewoon makkelijk kunt opmaken met dat palet, zeg maar. Dus dit is zeker een favoriet. Dan van wenkbrauwen moest ik helemaal niet lang over nadenken. En dat is dit helemaal afgesleten doosje van Essence. Ik heb hem nu ook op. Dit is de Essence Eyebrow Stylist Set. Het ziet er niet uit. Ik gebruik zoals je ziet altijd deze kleur, want die is veel te licht voor mij. Die is nu bijna op en dan kan ik weer een nieuwe gaan kopen, want ik ben blij dat er nog steeds in het assortiment zit. Die zit er al zolang ik me kan herinneren in. En als die ooit weggaat bij Essence, dan weet ik niet wat ik ga doen. Ik denk huilen in een hoekje, want dit is echt zo'n goede wenkbrauwpoeder. Zo mooi en natuurlijk. Precies mijn kleur. En die zit ook in mijn everyday stash. Dus die gebruik ik elke dag. Favoriete mascara van het afgelopen jaar is ook zeker weten deze van Essence. Dit is de Kisses from Italy, de False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Ik heb hem nu ook op. Allereerst even de verpakking. Hoe super cute ziet deze eruit. Dit is een hele fijne mascara. Ik vind dat die echt heel veel nadruk legt op het krullen van je wimpers. Ik krul wel ook elke dag zelf mijn wimpers. Maar als je dat bij deze eens niet zou doen. Deze mascara doet het al vanzelf, zeg maar. Je hebt eigenlijk geen wimperkruller nodig. Het is gewoon super mooi. Het separeert mooie wimpers. Het is ook echt een goede zwarte mascara. Echt zo diep zwart. Als dat logisch klinkt. Nee, dit is echt een top mascara. Is zeker een favoriet en ook weer budgetproof. Mijn favoriete blush van het afgelopen jaar was eentje van Catrice. Dit is de Blushbox Glowing Multicolor in de kleur 020 It's Wine O'Clock. Heel toepasselijke naam voor mij. Dit is de blush. Hij ziet er ook super mooi uit qua patroon. Je zou niet echt zeggen dat ik hem vaak gebruikt heb. Maar ik heb hem over heel het jaar echt heel regelmatig gebruikt. Ik vind het een super mooie kleur. Ik ga sowieso ook door fases met blush. Soms draag ik geen blush, soms heel veel. Maar als ik een blush moest kiezen, is het zeker weten deze. Hij is super mooi. Mooie warme blush. En ja, past ook perfect overal bij. Dus deze van Catrice, zeker een favorietje. Dan als contouring of bronzer eigenlijk is het dit jaar niet mijn favoriete bronzer van Rimmel. Maar overgeslaan op eentje van Essence. Dit is de Contouring Duo Palette. Ik gebruik wel enkel
de bruine kleur om te shapen, zeg maar. Mijn gelaat vorm te geven. Dit is echt een super fijne poeder. Ik heb ook bijna de pen geraakt. Als je heel goed kijkt, zie je al zo de lijntjes erin van de pen die erdoor gaat komen. Ik gebruik hem dagelijks. Ik vind hem super mooi. Ook de perfecte kleur, helemaal niet de oranje. Ik vind die van Rimmel overigens ook nog steeds fijn, maar deze heeft momenteel het afgelopen jaar die van Rimmel vervangen. Want ja, ik vind hem super fijn en ook heel goed gepigmenteerd. Brengt helemaal niet vlekkerig aan. Ja, is gewoon perfect. Dan als highlighter, dat mag sowieso niet ontbreken in mijn ultieme favoriete lijstje, is deze van The Balm, de Mary Luminizer. Allereerst ook het doosje, echt super mooi. Er zit hier ook een spiegeltje in en dit is de highlighter. Hij is echt prachtig. Je ziet ook dat ik hem met veel liefde gebruik, want je ziet echt waar telkens mijn kwast komt. Ik heb hem vandaag ook op. Hij komt op video super mooi over. In real life is hij gewoon super mooi. Ik krijg er ook heel vaak complimentjes over van welke highlighter heb je op. Het is The Balm, de Mary Luminizer. Super mooie highlighter, kan niet zonder. En I love it. Zit ook in mijn everyday stash. Dan de lipstick. Die was vorig jaar denk ik ook een van mijn favorieten. Ik ben niet zeker. Maar dit jaar is het die van MAC. En dit is Velvet Teddy. Dit is al de tweede die ik hiervan gebruik. De andere heb ik heel snel opgemaakt. En deze is ook al goed aan het gaan, zeg maar. Zo een super mooie kleur. Gewoon basic, nude. Past bij alles. Bij elke gelegenheid is die goed. Ik heb hem nu ook op. Ik vind het echt een prachtige kleur. Blijft ook de hele dag goed zitten bij mij. Ik kan hiermee eten, mee drinken. Ik kan hier alles mee doen. En die blijft gewoon perfect zitten. En hij voelt ook heel erg comfortabel aan op zijn lippen. Hij is gewoon heel zacht, niet uitdrogend. Eigenlijk een beetje balsamachtig zou je kunnen zeggen. Maar hij is wel gewoon mat. En dat vind ik heel fijn. Een lipstift die mat is, maar niet uitdrogend. Want dat heb je snel. Zeker bijvoorbeeld met liquid lipsticks. Die drogen dan mat op. En dan aan het einde van je dag heb je allemaal velletjes. Wel, Velvet Teddy, geen velletjes. Favoriet nagellakje van het afgelopen jaar was deze van Essence. De Shine Last & Go Gel Nail Polish. Quick Dry Gel in de kleur 48 My Love Diary. En dit is zo een mooi oud roze kleurtje. Dit is iets wat ik echt gewoon bijna het hele jaar door draag. Die matcht eigenlijk ook met mijn lippenstift Velvet Teddy. Ik vind het gewoon een super mooie nagellakkleur. Dat kan je gewoon het hele jaar dragen. Ik vind het er gewoon heel erg mooi uitzien. Ik heb nu nog mijn nagellak van kerst op. Maar ja, deze draag ik eigenlijk voor de rest van het jaar. Zie je mij die vaak dragen. Dus als in de komende video's van het komend jaar, als je mij met nagellak ziet en je vraagt je af welke, dan zal het hoogstwaarschijnlijk deze zijn, want die is super mooi. Favoriete parfum van het afgelopen jaar is deze van Guess en dit is Seductive. Die is ook bijna op zoals je kan zien, want ik gebruik hem dagelijks met heel veel liefde en hij ruikt ook echt super lekker. Ik heb nog genoeg parfums in voorraad voor na deze te gebruiken, maar ik doe ongeveer een jaar met een parfum. Ik gebruik hem dagelijks. Ik spuit niet te veel op. Maar ik doe met één flesje toch zeker een jaar. Dus volgend jaar zal je hoogstwaarschijnlijk een andere parfum zien in deze video. Maar dit jaar is zeker mijn favoriet Guess. Super lekker. Ik heb hem nu ook op. En last but not least, fixing spray. En dit jaar was er een fixing spray die er helemaal uitsprong. En dat was deze. De MAC Fix Plus Prep & Prime. Dit is zo'n fijne fixing spray. Je ruikt super lekker. De mist, en op de manier hoe de mist eruit komt, is gewoon heel fijn. Het verspreidt goed over je gezicht. Het zijn niet van die dikke druppels. Want bij sommige fixing sprays komt het er gewoon niet gelijkmatig uit. Ik heb bijvoorbeeld eentje eens van Essence gehad. Die vond ik helemaal niet fijn. Want ja, het kwam gewoon echt met water spettert zeg maar op je gezicht en je zag echt dan de fixing spray op je huid liggen. Dat is met de MAC Fix Plus helemaal niet het geval. Het is gewoon een mooie zachte mist wat over je gelaat wordt aangebracht. En dan bounce ik het altijd in met een beauty blender en mijn make-up. Blijft je gegarandeerd de hele dag zitten. Regen, sneeuw, wind, water, alles. Ja, MAC Fix Plus. Ja, je make-up kan dan alles aan. Ik vind die gewoon heel fijn. Ik heb de kleine variant. Ik kom hier toch echt heel erg lang mee toe. En die is ook een stuk goedkoper, dus als die op is, ga ik gewoon weer een nieuwe halen. En zo, dit waren mijn ultieme beautyfavorieten van het jaar 2019. Laat me hier beneden in de comments achter wat jullie favorieten waren. Misschien hebben we wel gelijkenissen. Wat was je favoriete parfum, je favoriete highlighter? Laat het zeker weten hier beneden in de comments. Dat vind ik alleen maar heel erg leuk om te lezen. En dit is ook officieel de allerlaatste video van 2019. Ik vond het heel fijn dat jullie er het hele jaar met mij erbij waren. En ik hoop jullie ook in 2020 terug te zien, want er komen
komen natuurlijk weer heel erg veel video's voor jullie online. Want ik heb weer van alles voor jullie in petto. Dus ik hoop dat jullie een heel fijn eindejaar hebben. Vier het goed. Voorzichtig. Drink goed. Eet goed. Amuseer je gewoon. En dan zie ik jullie hopelijk terug in 2020. Doei doei!